Hallo iedereen, welkom bij de Q&A deel 2. Vandaag zit ik er wat chiller bij. Het is een druilige, regenachtige dag. En ik heb hoofdpijn vandaag, hoofdpijn. Oh, ik ben echt aan het twijfelen als ik een dafalgan ga nemen, ja of nee. Maar ik ga toch wachten en hopen dat het zo overgaat. Dafalgan mogen natuurlijk wel nemen, maar toch. Ik ga alleen als het echt nodig is nemen. Maar amai, ik heb echt zoveel hoofdpijn. Vandaag ben ik 17 weken zwanger. Allee, 17. Ah nee, vandaag stipt op de dag ben ik 17 weken zwanger. En alles tot nu toe gaat goed. Ik voel me niet meer misselijk. Thank God. Ik ben wel nog, ik denk 2 weken geleden ineens een dag heel misselijk geweest uit het niks. En dat kan natuurlijk nog gebeuren als uw hormonen heel fel zijn. Allee, uw HCG-hormonen en zo. Dus ja, kan gebeuren, kan voorkomen. Maar voorlopig voel ik me wel goed. En ik dacht, ik ga nog jullie andere vraagjes beantwoorden. Als eerste is de vraag of ik al een buikje heb. En ja, ik heb wel al een buikje. Ik zal het even laten zien. Ik ben trouwens in mijn jogging. In mijn zwangerschapsjogging. Maar dit is mijn buik tot nu toe. Ik vind het wel nog meevallen. Maar nu heb ik ondertussen wel al een hele dag gegeten. En als ik gegeten heb, dan is mijn buik echt wel veel dikker. 'S Ochtends is mijn buik echt bijna niet te zien. En 's avonds is die heel dik. Eerst dacht ik, oei, dat is heel raar. Maar blijkbaar is dat heel normaal, want uw darmen en zo zetten uit en al die toestanden. Hoe het bevalt, de zwangerschap, met het opgeblazen gevoel dat ik ervoor al had. Als ik iets at. En dat opgeblazen gevoel is er nog altijd. Ik heb echt 's avonds, nu ook al, het is 2:45. Maar ik heb natuurlijk deze ochtend gegeten en middag gegeten. En echt, mijn buik, na elke maaltijd wordt mijn buik zoveel dikker. Ik kan ook, misschien TMI, maar ik kan echt zo moeilijk naar het wc gaan sinds ik zwanger ben. Ik was iemand die heel regular naar het toilet kon gaan. Ik kon echt met gemak 3 keren per dag naar de grote wc gaan. En sinds ik zwanger ben, zit dat er niet meer in. Het is echt soms zelfs 5 dagen of zo dat ik niet kan gaan. Dus ik probeer heel veel fruit te eten, heel veel vezels, heel veel water te drinken, thee te drinken. Zodat ik naar het toilet kan. Dat helpt soms, maar vaak ook gewoon niet. En de gynaecoloog zegt ook dat er gewoon ja, niet heel veel is wat ik eraan kan doen. Buiten die vezels eten en fruit en zo, zodat ik goed naar het wc kan. Ik eet ook veel meer lactose trouwens. Ik ben lactose intolerant. Maar sinds ik zwanger ben en niet naar het toilet kan gaan, eet ik wel veel lactose. Zoals McFlurry en zo. En als ik dat eet, dan kan ik wel goed naar het wc gaan. Dus dan is dat opgeblazen gevoel wel weg. Maar elke avond heb ik echt een heel opgeblazen gevoel. Het is echt soms fel dat ik echt denk, 's avonds, wow, ik lijk echt al 7 maanden zwanger of zo. Maar ja, oké. Dat hoort erbij. En ik had op Instagram gepolst. En blijkbaar zijn er echt heel veel vrouwen die daar last van hebben. Bijna iedereen, denk ik. Het is soms een vervelend gevoel. Want mijn buik is al strak. Omdat er zo'n buikje is. Dan, en als ik dan nog eens bloated ben. 'S avonds is mijn buik soms zo strak. Dat ik echt denk, hoe, zelfs ga ik ontploffen of zo. Dat voelt zo. Maar ja, kan geen kwaad. Dus het zal wel oké zijn. Een vraag die er zo'n beetje bij hoort ook is, heb je een vast voedingspatroon? Nee, ik eet gewoon waar ik zin in heb en wat ik wil. In het weekend eten we vaak wel minder gezond.
Sorry, ik heb heel veel oprispingen. Maar in het weekend eten we vaak dus minder gezond. Dan eten we wel eens McDonald's en frieten en pizza en zo van die dingen. En door de week eten we wel gezonder. Maar ja, ik eet eigenlijk gewoon zoals ik ervoor at. Dus mijnzelfde voedingspatroon. Dus op zich een goed gevarieerd voedingspatroon. Gezond, soms ongezondere dingen, maar ik zorg wel dat de baby genoeg goede voedingsstoffen binnenkrijgt. Wat ik nu meer eet is fruit. Daar heb ik ook veel meer zin in sinds ik zwanger ben. Dus ik eet echt heel veel fruit. En fruitsalades en zo maak ik dan. Echt super veel fruit. Elk fruit, ook bijvoorbeeld pruimen, heb ik nooit gegeten. Allee, wel eens gegeten, maar dat was, vond ik nooit super lekker. En nu eet ik super graag pruimen. Ik eet super graag mango's nu ik zwanger ben. Kersen, aardbeien, nectarines, eigenlijk alles. Alles eet ik gewoon heel graag nu van fruit. Het enige misschien is appel. Maar dat heb ik nooit echt heel graag gegeten, appel. Ik had het zo wat saaier, dus voor de rest heel veel fruit. En dan, zoals ik al zei, eet ik ook wel redelijk wat lactose. In de plaats van lactosevrije kaas of zo te nemen, durf ik wel eens gewone kaas te nemen nu. Ook als we dan naar de McDonald's gaan of zo, dan vraag ik niet meer een burger zonder kaas. Maar doe ik gewoon met kaas. En ijs, gewoon echt ijs zonder... Alleen waar niet die lactose uit zijn, dus gewoon random ijs, eet ik ook zoals McFlurry en Magnums en zo. En dat was iets wat ik niet at, omdat ik dan altijd diarree kreeg. Weer al misschien TMI, maar dat is gewoon met mijn prikkelbare darm en met mijn lactose-intolerantie. En ja, ik dacht een tijd geleden van ja, ik kan toch niet naar het toilet gaan, dus... Als ik er diarree van krijg, zoveel te beter, dan ben ik misschien na 5 dagen nog eens naar het toilet. Maar als ik nu dus een ijsje eet of zo, dan kan ik een paar uren daarna gewoon normaal, fatsoenlijk naar het wc. Dus dat is ook wel heel raar, maar dat is ook heel normaal, want uw darmen liggen gewoon meer stil. Als je zwanger bent, alsook ook schuiven die allemaal hoger en opzij en zo, waardoor die meer gekrompen zitten en minder plaats hebben om te bewegen. Dus alles gaat minder snel. Dus ja, dat doe ik ook wel. Maar langs de ene kant denk ik niet dat dat slecht is dat ik nu lactose eet. Omdat dan de baby ook wel dat lactose, suiker en melk en zo binnenkrijgt. Want als ik dat niet deed, dan kreeg de baby dat natuurlijk ook niet binnen. Dus ik weet niet, langs de ene kant denk ik wel dat dat niet slecht is. Maar oké. Op hoeveel weken had ik door dat ik zwanger was en hoe voelde ik mij precies? Ik weet trouwens niet als ik sommige vragen nu 2 keren ga beantwoorden. Als ik dat vorige keer ook heb beantwoord. Maar pregnancy brain, ik weet niet meer. Maar alleszins deze vraag. Ik had dat door omdat ik had eigenlijk al door voordat mijn maandstonden moesten komen. Ik ben altijd heel stipt, heel regular met mijn regels en mijn cyclus. Ik kan echt de klok ernaast houden en de dag, de agenda van nu krijg ik mijn regels. Dit 's ochtends om 9 uur gaan ze beginnen. En ik was nog 3 of 4 dagen voor mijn regels, denk ik. Maar ik had 1 dag waarop ik mij zo misselijk voelde en zo, ja, een ander soort misselijk. Precies of ik een kater had, terwijl ik totaal niks had gedronken de dag ervoor en zo. Dus ik voelde me echt raar. En ik had dat met Céline zitten sturen. En Céline wist ook wel dat we graag een kindje wouden. Dat we niet meer op anticonceptie en zo letten. Dus dat ik eventueel wel zwanger kon zijn. En Céline zei dan van ja, doe een test, doe een test. Dan heb ik een test gedaan na het werk, ik denk rond de middag. Maar dan had ik wel ontbeten, veel water gedronken, omdat ik mij zo misselijk voelde. Had ik veel water gedronken, ik denk echt al 3 liter of zo op die voormiddag. En dan ben ik de test gaan doen, maar die was negatief. Dat hebben jullie ook gezien. Dan heb ik
4 dagen later, de dag dat ik mijn regels ging krijgen, had ik mijn regels niet gekregen. En dan heb ik nog een test gedaan. Die ben ik trouwens bij Celine gaan halen. Ook weer omdat ik me zo misselijk voelde. En ja, dat is heel raar, maar iets in mij zei: ik ben zwanger. Ik weet niet hoe of wat, maar iets van binnen in mij zei: je bent zwanger. En ja, ik had gewoon een gevoel. En dan ben ik bij Celine 's ochtends vroeg een test gaan halen. Maar ik was ook weer super misselijk die dag. Dus ik had ook weer heel veel water gedronken en 2 tassen thee al gedronken en ontbeten. Dus ik had de test gedaan, die was dan ook weer negatief. Wat dus kan liggen aan dat eten en heel veel drinken. Want dat kun je het best niet doen, want dan is dat HCG-hormoon niet sterk als je 's ochtends je test doet. En dan heb ik nog, denk ik, 4 dagen gewacht. En ik dacht, nu heb ik al 4 dagen mijn regels niet. Toen voelde ik me wel niet meer misselijk of zo. Maar ik dacht, ja, dat is toch raar. Ik ga nog eens een test doen. En dan 's ochtends echt, ben ik 's avonds een test bij de apotheek gaan halen. En heb ik echt wel de test gedaan zonder... Ik direct gewoon 's ochtends opgestaan en de test gedaan. En toen was ik zwanger. Dus ja, dat heeft waarschijnlijk wel aan dat water en thee en eten en zo gelegen. Maar ja, ik was toen 4 weken zwanger. Ja, de test zei 2 à 3 weken, maar volgens de telling is dat een 4 weken. Dus ja, hoeveel kinderen willen we? En er kwam ook een vraag trouwens van: raar dat je een kind wilt, want je twijfelde daar altijd aan. Raar zou ik niet zeggen, maar inderdaad, ik twijfelde daar vroeger altijd aan. Maar ik denk ook gewoon dat dat te maken heeft met de juiste persoon vinden, waarbij je dat toekomstbeeld ziet. Ik weet het niet. Op zich, ik heb 1 lange relatie gehad van 10 jaar. Daar had ik ook wel ergens dat toekomstbeeld, maar nog niet voor direct. Maar minder. En dan heb ik een relatie van 2 jaar gehad en een relatie van 3 maanden, die niet eens, die telt niet. Maar de relatie van 2 jaar zag ik mezelf nooit met kinderen. Ik denk ook gewoon dat dat heel veel afhangt van de partner. Want daar dacht ik echt van: ah nee, ik zie ons niet met kinderen. En dan vooral mijn partner toen zag ik, mijn ex-partner nu. Maar toen, die zag ik vooral niet met kinderen. Ik weet niet als dat ja, iets is wat zo sens maakt voor jullie. Maar het was ergens een gevoel van: oh nee, hier wil ik geen kinderen mee. Omdat ik die partner totaal niet zag met kinderen. En die zei ook altijd: ik wil geen kinderen. En dat merkte je ook wel. Die was niet echt goed met kinderen. Allee, ja, soms wel, maar ik had er niet zo die vibes mee. En ja, met Niels was dat gewoon... Ik weet niet. Dat klikt zo goed. Dat... Ik zag gewoon al van het begin eigenlijk met Niels dat toekomstbeeld. We hebben daar ook vrij snel over gepraat. Omdat ja, we zijn 30. Dus dat is wel iets wat je sneller aanhaalt op die leeftijd. Dan als je nog 23 of 25 of zo bent. En ja, daar werd vrij snel over gepraat. En Niels wou ook wel graag kinderen. Ik wou wel graag kinderen. Want... met Niels zag ik het echt. Maar ik heb ook wel... Het is niet dat ik ooit in mijn leven heb gezegd van: ik wil absoluut geen kinderen. Maar ik heb wel echt getwijfeld van: misschien toch geen of misschien wel. Maar ja, ik denk echt gewoon dat het er echt aan ligt met wie je samen bent. En met Niels is het gewoon... Ja, ik zie ons echt, ons gezin. En ik wil niks liever dan met Niels een gezinnetje hebben. En ja... Niels is ook gewoon heel goed met kinderen en ik zie Niels ook echt als een super papa en die gaat dat super goed doen. En ja, ik weet niet, dat is gewoon een gevoel denk ik wat je hebt ook als je met iemand bent. En hoeveel kinderen willen jullie? Ik denk 2.
gaat er ook van afhangen hoe dit allemaal natuurlijk nog gaat gaan. Hoe de bevalling is, hoe dat meevalt als newborn. Als alles nu in de zwangerschap nog goed vlot gaat en zo. Maar dan denk ik wel dat er nog een tweede zal komen en anders één. Wat vind je de ergste dingen die je nu niet meer mag eten? Sowieso sushi, zegt iemand. Het ergste wat ik niet meer mag eten, dat is heel raar, want dat had ik eigenlijk nooit echt ervoor, maar zo steak tartare of zo, of zo'n goede rode steak, zo'n goede steak die nog goed rood ziet van binnen, dat had ik wel steak, maar steak tartare nooit, maar dat wil ik nu ineens heel graag. Maar ja, dat mag niet natuurlijk. En sushi, dat is vaak ook verkeerd, denk ik, dat mensen dat zien. Want je mag nog sushi. Dus dan komt op mijn schoot van ze. Kopje. Kan je op mijn schoot zitten, schat? Maar je mag nog sushi, maar je mag gewoon geen rauwe vis in de sushi. Dus je mag veggie sushi, je mag gefrituurde sushi. Dat mag allemaal nog. Dus je kunt ergens wel nog sushi eten. Dus, en dat heb ik ook nog gedaan. Dus dat mis ik eigenlijk niet. Want meestal de sushi met zo'n grote stukken zalm had ik toch niet graag. Maar het liefst de gefrituurde sushi of veggie sushi. En dan natuurlijk ja, wijn of zo. Zo'n goed glas wijn mis ik ook wel soms. Als het zo mooi weer is, dan denk ik wel, oh, zo'n roséke of een kavatje of zo. Maar uiteindelijk valt dat wel heel goed mee. Ik had gedacht dat ik het daar veel moeilijker mee ging hebben. Maar dat is eigenlijk totaal niet. Dus uiteindelijk. Ik ben nu 17 weken zwanger, dus pak dat ik 14 weken niet meer drink, want ja, in het begin wist ik natuurlijk niet dat ik zwanger was. Zal ik wel eens iets gedronken hebben. Maar uiteindelijk, nee. Mis ik het niet zo hard als ik dacht dat ik het ging missen. Dus, gaan jullie kunnen blijven shooten voor Totally Too met jullie bellies? Nee, of course niet. Toen Celine zwanger was van Noah, was ik niet zwanger, dus dan was dat makkelijker. Want dan deed Celine de kleedjes en ik al de broeken en zo. Dus dan ja, was het allemaal wel makkelijker. Maar nu is dat natuurlijk niet gemakkelijk. Want we zijn met twee zwanger. En we willen ook niet overkomen alsof we een webshop zijn voor zwangere vrouwen. Of voor positiekleding of zo. Dat willen we helemaal niet. En we willen nog dat onze klanten kunnen zien van, zo ziet het eruit zonder een zwangere buik. Dus we hebben nu twee meisjes waarmee wij gaan shooten. Jullie zullen dat binnenkort wel zien als jullie Totally Too in de gaten houden. En ja, twee super mooie meisjes. We hebben heel veel inzendingen gekregen van heel veel mooie meisjes. Te veel dat we dachten, waar moeten we beginnen? Uiteindelijk hebben we een casting gedaan van 5 meisjes, denk ik. Die echt bij ons zijn geweest, die we geshoot hebben en zo. 5 super mooie, super lieve, super ja, fijne meisjes. En we hebben er 2 gekozen. Spijtig genoeg konden we niet met iedereen werken natuurlijk. Maar we hebben er 2 gekozen waarmee we afwisselend gaan werken. Zodat Celine en ik niet hoogzwanger en zo op de foto's moeten. En ik denk dat we dat ook nog wel gaan doortrekken als we bevallen zijn, omdat dat ook makkelijker is als we dan met onze baby's zitten en zo. Is dat wel makkelijker voor ons. Dus jullie gaan ons minder zien op Totally Too foto's. Maar natuurlijk, we gaan er nog altijd wel eens verschijnen en zo. Hebben jullie al een naam in gedachten? We hebben lang getwijfeld. Eigenlijk niet, want ik ben nog maar 17 weken zwanger. Dus dat is eigenlijk nog vrij snel. Maar voor een meisje hadden we direct een naam. Een meisje wisten we gewoon al 100% zeker wat we wouden. Dat hadden we ook al een beetje ervoor, denk ik. En een jongen hadden we ook altijd 1 naam. Die we altijd zeiden als we ooit een kindje krijgen. Dan pakken we dat voor een jongetje. En sinds ik zwanger ben, ben ik meer beginnen twijfelen over die naam.
En Niels eigenlijk ook, want mijn argumenten, als ik dan al zei, dan zei Niels, ja, dat is wel waar, dat is wel waar. En dan hebben we besloten om die naam toch niet te nemen. Dan zijn we, ik weet zelfs niet hoe of waar dat we deze naam hebben gevonden, maar op een andere naam uitgekomen die we super leuk vinden. We twijfelden nog wel even en dan heb ik jullie ideeën gevraagd, maar daar heb ik niks meer van gebruikt. Want uiteindelijk, de naam die we hebben in ons hoofd, voelde het best en voelt... Ja, dat past ook gewoon erbij en dat past gewoon heel goed bij ons. Dus ja, we hebben een naam nu. We hebben de knoop doorgehakt en we hebben officieel een naam. We gaan de naam nog niet zeggen. De naam komt sowieso als we zijn bevallen. Maar het is wel echt een naam die... Ja, goed past bij ons. En daarom wil ik niet zeggen bij onze namen, hè. Maar gewoon bij ons. Een naam die voor ons echt zo is van ja, dat is echt iets voor ons. Hoe, ja, hoe, ook niet per se hoe wij zijn, maar zo de stijl. Maar ja, ik denk ook niet dat iemand een naam gaat raden. Dus Céline weet de naam, mijn mama heeft weet de naam. Want die, ja, ik weet niet hoe het kwam, maar die heeft zelf daar iets over gezegd. En toen zei ik, en toen zei ik, dat is het, hè. En ik zeg, ja. En dan, ja, Céline weet de naam, omdat we ook niet hetzelfde willen pakken natuurlijk. Maar ja, we hebben wel een andere stijl van namen, Céline en ik, dus we hebben ook niet dezelfde naam. Ben ik bang voor de bevalling? Nee, eigenlijk, momenteel totaal nog niet. Ik wil daar gewoon ingaan, open mind, en we zien wel gewoon wat er gebeurt. Ik ga ook geen bevallingsplan maken. Het enige wat ik wil is, als het nog kan, epidurale. Als ik op tijd ben natuurlijk. En voor de rest, go with the flow. En we zien wat er gebeurt. Want ik wil niet zo in mijn hoofd gepland hebben van, ik wil zo en zo bevallen. Of ik wil een bad, of ik wil dit, of ik wil dat. Ik wil gewoon doen wat op het moment goed voelt. En het kan zijn dat je een keizersnede moet, een spoedkeizersnede. Het kan zijn dat er... Allee, er kan zoveel gebeuren gewoon tijdens een bevalling. En daar wil ik me niet op vastpinnen. En ik denk gewoon in mezelf van... Er zijn miljoenen vrouwen die mij dit hebben voorgedaan. Dus waarom zou ik dat niet kunnen? Zo probeer ik gewoon te denken... En dan zullen we wel zien, misschien tegen dat het zo ver is dat ik meer zenuwen krijg of zo, maar momenteel echt wel totaal niet. Het is natuurlijk ook nog wel ver af in mijn hoofd, dus alhoewel kerst zal er snel zijn, maar toch. Okay, ga ik het vaccin nemen tijdens mijn zwangerschap? Hier heb ik mij over uitgesproken op Instagram. Ik ga gewoon kort bondig zeggen, voorlopig neem ik het vaccin niet. Ik heb gewoon mijn eigen research gedaan en mijn gevoel zegt gewoon van het niet te nemen. Mijn gut feeling zegt doe het niet. Dus ik neem het vaccin voorlopig niet. Ik heb mijn eigen research gedaan. Ik heb met heel veel mensen gesproken, gynaecoloog, dokters, mensen die er iets van kennen. En ja, voorlopig neem ik het niet. Het kan zijn als er meer over geweten is en zo... Met het vaccin zwangere vrouwen dat ik het wel neem. Dat kan altijd. Maar momenteel neem ik het gewoon niet. En dat is mijn keuze. Iedereen moet voor zijn eigen beslissen. Je moet niet, omdat iemand zegt ik neem het niet of iemand zegt ik neem het wel, doen wat dat die persoon zegt. Je moet echt naar je eigen luisteren en wat dat jij vindt. Ik ben ook helemaal niet tegen mensen die het vaccin nemen. Dus begrijp me helemaal niet verkeerd. Het is niet omdat ik het niet neem dat ik daar iets tegen heb. Want Niels is ook gevaccineerd. Zo goed als iedereen rondom mij is gevaccineerd. Dus ja, maar dat is gewoon mijn keuze. Ik neem het voorlopig niet. Dan de laatste vraag. Waar kijk je het meest naar uit van moederschap en waar ben je het meest bang voor? Het meeste er naar uit kijk ik denk ik om... Ja... Je zet je eigen kind op de wereld, je vlees en bloed, samen met je partner. En ik denk echt
Allee, daar ben ik zeker van, want dat weet ik nu al, dat je dat klein bolletje onvoorwaardelijk graag gaat zien. Dat je er zoveel van gaat houden, dat dat een liefde gaat zijn die je nog nooit hebt gevoeld. En ik heb dat nu al, zit in mijn buik, maar ik hou er nu al zoveel van. Dus ja, dat is een onbeschrijfelijk gevoel. En ik denk eens als ik dat in mijn armen heb, dat dat gewoon nog feller is. En ik kijk er gewoon naar uit om heel mijn leven voor iemand te kunnen zorgen. Er te zijn. Een persoon te zijn voor onze zoon. Allee, een mama te zijn. Hopelijk een goede mama. Die alles wil doen voor haar zoon. En die ja, er wil zijn voor haar zoon. Dus ja, ik weet niet. Ik kijk er gewoon naar uit om onze mini-me te hebben. Gewoon de liefde van een gezin, een warm gezin. Ook om leuke herinneringen te maken met ons gezin. En leuke tradities op te bouwen met uw eigen gezin. Ik kom zelf wel uit een heel warm gezin. Mijn ouders zijn nog altijd samen. Dat wil niet zeggen dat als uw ouders gescheiden zijn, dat dat geen warm gezin is natuurlijk. Want Niels zijn ouders zijn gescheiden en die heeft aan twee kanten echt super warm gezin en super warme ouders. Dus ja, ik zie dat gewoon bij ons en dan ook vooral bij mijn thuis, hoe ik ben opgevoed en zo. Ik heb zoveel leuke herinneringen aan mijn kindertijd, aan mijn jeugd, met mijn ouders. Nu nog, we doen nog tradities die we vroeger deden, doen we nog altijd of hebben we terug opgepakt en doen we terug en zo. En ja, ik kan altijd terecht bij mijn ouders. Dat geldt ook voor Niels. Wij kunnen gewoon altijd terecht. Die zijn er voor ons. Die oordelen niet. Mijn ouders hebben ook nooit geoordeeld. En amai, zelfs word ik er emotioneel van. Maar dat wil ik ook gewoon aan mijn kind kunnen bieden. Een warme thuis en ja, gewoon een warm leven, een goed leven. En ik hoop gewoon dat we dat kunnen bieden natuurlijk. Met ons twee. Hopelijk hè, dat voor altijd zo blijft natuurlijk. Want ik wil het liefst natuurlijk samen blijven in een gezin. Maar je weet dan nooit wat er gebeurt en hoe het leven verandert. Maar ja, gewoon een warm gezin. Daar kijk ik heel hard naar uit. En ik ben van nature wel heel zorgend. Dat heb ik al vaker gehoord van ex-vriendjes of van Niels of van mensen rondom mij. Ik zorg heel graag voor iemand en daar kijk ik ook gewoon naar uit om dat te kunnen doen. En ja, ik kijk er gewoon heel erg naar uit. Het zal een hele verandering zijn. Daar heb ik, ja, voor die verandering op zich heb ik misschien niet het meeste bang. Het meeste bang heb ik misschien dat ik ja, het ergens misschien niet ga aankunnen of zo. Ik weet niet, dat denk ik dan. Want nu denk je dan van, ik kijk er echt naar uit. Maar wie weet wordt dat echt een begin de hel. En ja, ik denk, ik wil niet en ik kan het niet aan of zo. Daar heb ik ergens wel schrik voor. En voor zo'n postnatale depressie of zo, daar heb ik ergens wel ja, schrik voor. Ik denk nu niet al in mijn hoofd van, ik ga dat krijgen of zo. Maar ergens denk ik wel van, ja, uw leven verandert helemaal. Ik ben ook een persoon die heel graag slaapt. Dat is misschien heel stom, maar ja, je gaat natuurlijk minder slaap hebben. Maar ja, dat hoort er allemaal bij. En we hebben ook wel echt geweldige familie. Waar wij sowieso... Muffin! Muffin is aan het vechten naar Melkje. Muffin, nee! We hebben ook gewoon geweldige... Oké, ik moet even gaan ingrijpen. Dus waar was ik? We hebben ook gewoon geweldige familie waar we sowieso op kunnen rekenen. Daar ben ik 100% zeker van. Mocht er mij iets niet lukken of zo. En daar heb ik misschien wel het meeste schrik voor. En natuurlijk ook, je zet iemand op de wereld en mocht die persoon ooit iets overkomen,
Ja, dan. Daar wil je natuurlijk niet aan denken. En daar probeer ik ook helemaal niet aan te denken. Maar daar heb ik ook natuurlijk wel schrik voor. Want dat is uw wereld. En ja, dat wil ik ook beschermen met alles wat ik heb. Dus ja, dat zijn de dingen waar ik schrik voor heb en waar ik naar uitkijk. Alrighty, dat was weer een lange Q&A. Ik ga er weer even aan zitten om te monteren, maar oké, dat is helemaal niet erg. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Mochten jullie nog vragen hebben of zo, stel ze mij zeker. Ik ga ook wel binnenkort een tweede trimester update doen. Wanneer zit je door je tweede trimester? Goede vragen eigenlijk. Eigenlijk geen idee. Is dat 32 weken? Geen idee, maar alleszins vanaf... Of 28? Ik weet niet, maar alleszins vanaf dat ik door mijn tweede trimester ben, ga ik daar ook wel sowieso een update voor jullie over doen. En ja, als jullie vragen hebben, jullie mogen ook altijd op Instagram sturen. En dan beantwoord ik natuurlijk altijd wel al jullie vragen. Probeer ik toch. Hopelijk vonden jullie het leuk. Dus zeker thumbs up. Laat een leuke comment na. En dan zie ik jullie snel weer. Doei. Groetjes van de baby. Oh,